Aserbaidschan! Goedemorgen. Hallo, hoi. Sven. Het is dinsdagochtend. We gaan nu voor het eerst richting de hal. Jullie zijn er 10 uur 's ochtends. Ik heb wel een verzoekje. Nee, ik zei het is dinsdagochtend, zei ik. Ik zei niet hoe laat het was. In de zaal. Wat je hier achter mij ziet, dat is de trainingshal. Daar is de warming-up hal. En achter dat gordijn is pas de wedstrijdhal. Dus het is echt een gigantisch complex. We zijn gisteravond heel laat aangekomen. We zijn pas ongeveer om 2:30 Azerbeidzjaanse tijd waren we in het hotel. Dus dat was erg laat. Hoi, we zijn op het vliegveld in Kiev. We zijn onderweg naar Baku. We hebben een tussenlanding hier van 3-4 uur en we vervelen ons allemaal een klein beetje, toch? Ja, dat is wel. Eens kijken hoe veel zij eruit zien. We zijn allemaal een beetje moe nog, maar dat komt goed. Hebben jullie niet op een We hebben een paraplu gekregen. Mag hem binnen niet openmaken, want dat brengt ongeluk. Van de tribune van de Formule 1 wedstrijd die hier over 2 weken wordt gehouden. Dit is de voorkant van de tribune. En volgens mij wordt dat de pitstop, maar ik weet niet zeker. Ben je klaar voor? Ja. Hoeft nu ook nog niet, hè? Donderdag of volgens jou vrijdag, dat kan ook. Ja. Maar met motivatie kom je ook heel ver. Prima, dan neem je achterste. Je neemt die achterste? Oké. Okay. Klein. Actief. Gewicht voor. Dan hebben we zowaar een podium. Mag je eigenlijk een podium springen? Zit het goed? Wacht. Kan dichterbij komen misschien? Schiet nou op. Ja, oh, er hangt hier nog schiet. Ja. Schiet om. Kijk. Dat vind ik zeker leuk. Mira wordt geboemerang. Hoe ging het vandaag? Oh, dat ging wel goed. Maar ik ben echt even zweethoofd, zeg ik. Ja, wat gaan we boemerang doen? Ja, hoe vond je het gaan? Ja. Wow. Het ging wel goed. Van wie is deze? De eerste training ging best wel goed. Alleen zoals je ziet heb ik het nogal warm. Dus dat betekent wel dat ik iets gedaan heb. Nou, de stemming is goed, merk ik. Yay! Nou, de training is geweest. De eerste training in de wedstrijd in de warming-up hall.
Het is hier echt een fantastische zaal. Lekker licht, super mooi groot. Mooiste hal die ik heb gezien van binnen in ieder geval met een tabine wedstrijd. En het geldt eigenlijk ook voor het hotel, dus we hebben niks te klagen. En de training ging volgens mij ook goed. Niet onbelangrijk. We hebben morgen nog een trainingsdag, dan is het woensdag. En donderdag beginnen de eerste wedstrijden voor de junioren.